allemaal. Vandaag heb ik een feestelijk en een persoonlijk kletsfilmpje voor jullie. En meteen een winactie waarbij ik 3 beautypakketten ga weggeven. Dus daarover zo meteen meer. Maar om mee te beginnen, glamaristagirl.nl bestaat vandaag precies 1 jaar. 1 heel jaar. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik voel me eigenlijk meerjarig dan dat als ik zelf jarig ben. Ik ben er ook super trots op het afgelopen jaar. Er is eigenlijk geen dag voorbij gaan dat ik niet aan de site gewerkt heb. Inmiddels staan er zo'n 750, meer dan 750 artikelen online. Dat vind ik zelf behoorlijk veel. En ja, als ik kijk op afgelopen jaar, dan heeft het me veel gelukkiger gemaakt. Het heeft me veel meer zelfvertrouwen gegeven. En ik ben gewoon, ja, echt, het is mijn derde kindje geworden naast mijn andere 2 eigen kinderen. En vandaag ga ik jullie ook even vertellen hoe Glamarista Girl is ontstaan. Het idee begon eigenlijk al om een blog te beginnen zo'n 6, 7 jaar geleden. En toen zag je nog niet veel beautyblogs hier in Nederland. En ik heb een beauty gerelateerde achtergrond. En ik dacht van, nou, het leek me altijd wel leuk om dat op internet te delen. Mijn persoonlijke ervaringen. En ja, maar goed, helaas gooide mijn gezondheid roet in het eten. Ik ben toen behoorlijk ziek geworden. En het was gewoon een, ja, echt een rottijd toen. En ik heb daar best wel een aantal jaren ook mee lopen kloten, om het zo maar te zeggen. Ik viel van het een in het ander ook. En mijn jongste zoontje werd ook flink ziek. En ja, mijn gezin en ikzelf, dat was eigenlijk waar al mijn energie in opging. Ik moest er zelf wel bovenop komen. En mijn gezin had me natuurlijk ook nodig. En voordat je het weet, ben ik een aantal jaar verder. En toen dacht ik van, nou, weet je wat, mijn zelfvertrouwen was zo laag. Laat maar, niemand zit te wachten op mij en ik ben te oud. Noem het allemaal maar op. Het is wel altijd aan me blijven knagen toen, want ik vond schrijven altijd heel erg leuk. Op school al. En natuurlijk ben ik al mijn hele leven met beauty bezig. Nou, toen vorig jaar in 2012 had ik een fotoshoot voor het blad The Glossy. En toen stond ik in het kerstnummer met mijn beauty addiction, om het zo maar te noemen. Ik ben er met een hele koffer vol make-up naartoe gegaan. Allemaal limited edition speciale die ik had van duurdere merken. En daarmee heb ik dus in het kerstnummer vorig jaar gestaan. Die shoot was in november. En ik raakte op een gegeven moment aan de praat met de visagista. En van het een kwam het ander. Uit de kreeg kwam het weer op bloggen. En waarom doe je dat niet? En nou ja, goed. Dat gesprek liep me eigenlijk niet meer los. Ik ben naar huis gegaan daarmee met dat in mijn hoofd. En daar ben ik over na gaan denken. En ik denk dat dat op dat moment misschien het juiste zetje voor mij is geweest. Want ongeveer een week later stond ik 's morgens op. Mijn kinderen waren in school en ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon, nou ja, in ieder geval een poging wagen. Ik ga het proberen tussen al die andere blogs. En ik ga wel kijken hoe ver ik kom en waar het schip strandt. Nou, toen ben ik dus een site gaan ja, maken. Domeinnaam heb ik gekocht en zo. Noem het allemaal maar op. Maar die site was niet zomaar in de lucht. En dat kostte me echt bloed, zweet en tranen, zeggen ze wel eens. Heeft me zoveel frustratie en noem het maar op. Ik zat 's nachts tot 4:30, soms 4:30 zat ik met mijn laptop in bed en ik kon dat ding gewoon wel af en toe tegen de muur gooien. Zo, dan lukt het niet en had ik echt zoiets van, oh, weet je wel, het is, laat maar. Nou, gelukkig heb ik niet opgegeven en was mijn site op een gegeven moment in de lucht en toen ben ik eigenlijk begonnen en dat vond ik hartstikke leuk. En toen kwamen er ook gewoon daadwerkelijk mensen op mijn site. Dan had ik zoiets, oh, er komen gewoon mensen op mijn site. Ook echt super leuk. En ja, dat groeit dan en op een gegeven moment is dat bloggen, dat wordt ook een soort verslaving. Hè? Je wil elke keer, je wil toch beter, je leert ook van dingen en je bent er gewoon dag en nacht mee bezig. In de positieve zin, want inmiddels steek ik er zo'n 70 uur per week in naast mijn gezin. En dat doe ik gewoon echt met mijn ziel en zaligheid, zoals ze dat wel eens zeggen. Ik bedoel, ik vind het geweldig om te doen. En toen kreeg ik, ja, mijn eerste pakketje kreeg ik van Kira van Schoonheidssalon Bellissima. Kreeg ik Clarins spulletjes. Dat ik echt zoiets, oh, ze stuurt gewoon iets op naar mij voor mijn site. En gewoon het idee dat iemand jouw site dan goed genoeg vindt tussen al die anderen. Ja, dat is wel, dat motiveert je ook natuurlijk om door te gaan. Zonder jullie, lezers, likers, volgers, noem het maar op, ben ik natuurlijk helemaal nergens. Stelt mijn site geen ruk voor. Ik ben best wel veel gegroeid het afgelopen jaar, mijn site dus, en de bezoekersaantallen. Maar zonder jullie ben ik gewoon nergens. En ik vind natuurlijk wie jarig is trakteerd. Dus daarom ga ik ook leuke dingen weggeven, vind ik zelf. Maar ik wil nog even wat mensen bedanken. Ik wil jullie bedanken. Want mijn zelfvertrouwen is het afgelopen jaar echt flink gegroeid. En daar ben ik zo oprecht dankbaar voor. Het heeft me een stuk gelukkiger gemaakt, mijn site. En het is mijn grote trots. Naast mijn kinderen en mijn gezin natuurlijk is het mijn grote trots geworden. En waar ik in het begin nog heel onzeker was en alles zo eng vond. Ja,
dat gaat nu al een heel stuk beter daarmee. En ik heb het afgelopen jaar ook leuke eventen mogen bijwonen. Al had ik nooit verwacht. Echt never verwacht. En dat was zo. Dan sta ik daar nog hoor. Van oh, mag ik hierbij zijn? Ik heb een optreden van Glennis Grace gezien. Ik heb Beauty Speed Dating gezien. Met allemaal hele luxe merken in Amsterdam. Waar je gewoon tussen andere hele grote bloggers zit. En dan zit je er gewoon tussen. En dat is gewoon echt zo ontzettend fantastisch, leuk en mooi. En het geeft ook gewoon een heel goed gevoel. Nou, dan wil ik verder nog bedanken. Sowieso iedereen die mij op welke manier dan ook volgt. Dat vind ik gewoon geweldig leuk. En ik probeer ook altijd alles persoonlijk te beantwoorden. Mailtjes, reacties, noem het maar op. Tweets op Facebook. Dat blijft leuk. En dat is ook een grote drijfveer om het te blijven doen. Verder wil ik graag dus Kira bedanken van Schoonheidssalon Bellissima. Zij werkt uitsluitend met Clarence. Zij heeft het ook mede mogelijk gemaakt dat ik deze actie kan doen die ik jullie zo ga vertellen. Ik wil ook bedanken Neoderma die het ook mogelijk hebben gemaakt, deze actie. En Alkina. Ja, Myrna en André wil ik ook echt persoonlijk even extra bedanken voordat ze in mij snel geloofden toen ik nog niet zo lang bezig was en mij een kans hebben gegeven. Wat heeft geresulteerd in een hele fijne samenwerking waar ik heel erg blij mee ben. Dus dankjewel daarvoor. Lisa is vanaf dag 1 ook een hele trouwe, lieve lezeres. En ze stuurt me ook ja, regelmatig lieve kaartjes, leuke kaartjes. Gewoon heel erg lief. Ik vind sowieso al mijn lezeressen lief. Verder wil ik ook nog alle andere merken, bedrijven. Iedereen die me het afgelopen jaar gesteund heeft, die in mij geloofde, die met mij hebben samengewerkt. Ontzettend bedanken voor alles. En ja, daar ben ik gewoon. Ik had het nooit durven dromen dat het al mijn jaar zo zou zijn als dat het is geweest. Natuurlijk ook mijn gezin, vrienden, familie, kennissen, noem het maar op. Iedereen die ja, achter me stond en in me geloofd heeft. Heel erg bedankt. Want zonder dat ja, was ik denk ik niet zo ver gekomen als nu. Dan ga ik nu laten zien wat ik ga weggeven aan jullie. Ik begin met een skincare pakket van het merk Neoderma. En het pakket heeft een waarde van ruim 115 euro. Neoderma is een merk ja, wat vrij prijzig is aan de prijzige kant, maar ook ontzettend goed. Het wordt vooral veel gebruikt in schoonheidssalons. En ik ga onder andere weggeven iets wat ik zelf heel fijn vind en al vaker over geschreven en volgens mij ook in een filmpje heb laten zien. De Blue Blood Gel van Neoderma. En bij mij is die helaas bijna op. De Blue Blood Gel zorgt ervoor dat andere verzorging die je gebruikt veel beter wordt opgenomen, veel beter in je huid doordringt. Dus stel je gebruikt anti-aging, dan werkt dit, maakt het alleen maar ja, dat het nog intensiever wordt. En het is ook kalmerend, zorgt dat roodheid wordt verminderd. Het is gewoon een hele fijne, frisse, koele gel. Het is echt een heel fijn product. Het is ook hun paradepaardje. Vind ik heel leuk dat ik het mag weggeven. Het pakket moet nog mijn kant op komen, dus daarom kan ik het nu zo niet laten zien. Dan zit er nog een cleansing milk in. En dan nog uit deze lijn, ik heb het serum, maar wat ik aan jullie mag weggeven is een Hydration Intensive Moisturizing dagcrème. En dat zorgt ervoor dat je met je huid goed de winter door kan komen, dat alles vochtbalans lekker op peil blijft en zo. Dus nogmaals, het pakket heeft een waarde van ruim 115 euro. Dan ga ik nog twee andere pakketten weggeven, beauty pakketten. En ga jullie nu laten zien wat erin zit. Sommige dingen verschillen een beetje per pakket, bijvoorbeeld qua lakjes. De waarde is wel ongeveer gelijk en dat zit rond de 100 euro. Nou, ik begin met deze hele luxe geurkaars van Oscar en Babette. Die zit in deze koker. Zit ook een heel leuk tasje bij. Deze. En de kaars heb ik zelf ook. Is een van de nieuwste kaarsen. Dat is deze. Het is Scandinavian Spa Aromatherapie. Er zit eucalyptus in deze kaars. Er zit mint in deze kaars. Lavendel en een beetje zoete amandel. En hij ruikt heerlijk. Hij ruikt echt naar een spa. Mij doet hij denken aan een Turkse hamam. En deze zorgt ook, is goed voor de luchtwegen. Bevat geen paraffine, zodat je dus minder snel aanslag krijgt op ramen en gordijnen, noem het maar op. En het is echt een aanrader. Gewoon een hele luxe geurkaars in een glas, zoals je kunt horen. En ik ben hier heel erg fan van, dus ik vind het leuk dat ik er twee mag weggeven. Dan zit er in het pakket een Vaseline Spray & Go. Een van mijn favoriete body lotions van dit moment. En ook nog van Aheva of Ahava een Mineral Body Lotion. Volgens mij zit in het andere pakket een dagverzorging. Dan van Nivea Water Lily & Oil. Deze douchegel met olie. Die ruikt ook ontzettend lekker. Heel erg leuk en heel fijn. En dan van Clarins. Ja, heel erg leuk. Deze Instant Lip Natural Lip Perfector. Dit is een lipgloss. En
Dat heeft deze kleur, een beetje nude kleur met een vleugje, ja, roze. En die is heel fijn. Deze is niet alleen een gloss, maar die verzorgt je lippen ook ontzettend goed. En ik heb er zelf ook in. Die vind ik ook heel erg fijn. Dus die zit er ook in. Is gewoon een hele fijne luxe lipgloss. En dan van het merk Alkina. Dat zal niet iedereen kennen. In Duitsland is bijvoorbeeld wel veel bekender en populairder. Maar ook een lipproduct. En het ene zit deze. Balance Lip. Dat is zo'n soort chubby stick-achtige lipstick potlood. Ja, dat draai je hier aan de onderkant. Kun je het dan omhoog draaien. Dit is een roze paarse kleur met een heel mooi glittertje erin, maar niet te. Het is echt heel mooi, blijft heel erg lang zitten. Review van mijzelf van deze producten moet nog online komen. In de andere zit, dacht ik, een lipgloss, een beetje een paarsroze, ook met een mooie shimmer erdoor, glitter. Dus dat zit erin. Dan zit er nog een lipproduct in, de Rimmel Vinyl Max, een beetje een nude rooskleurige lipgloss zit er ook in. Miss Sporty Cat Eye Palette. Van Catrice uit de Thrilling Me Softly collectie. Deze blush stick, een mooie roze. Ook heel erg fijn. En even kijken dan. Weet ik niet of ik deze al heb laten zien. Van Blond Amsterdam zit er een bodyspray in. En de andere zit van een ander merk, een pot bodycrème. Dus wat ik al zeg, de dingen verschillen een beetje. Deze is met vijgen en honing. Ook heel erg fijn. En dan zitten er nog drie nagellakjes in. Van Red Carpet Queen, een heel hip merk, mooie paarse. Van Maybelline Color Show, een mooie blauwe glitter. Een beetje goud lijkt er doorheen te zitten. En dan van het merk Igo, een donkerblauwe, een beetje echt zo'n nachtblauw, ook met een hele mooie glitter. Nou, dat zit er dus, daar heb ik twee pakketten van, ter waarde van om en nabij de 100 euro. En dan het skincare pakket. Wat moet je daar nou voor doen? Deze actie loopt 2 weken. Hier onderaan het filmpje staat een linkje naar mijn site. Waarbij je in dit artikel een reactie moet achterlaten met een geldig e-mailadres, zodat ik jou natuurlijk ook kan mailen als je gewonnen hebt. Je moet mij volgen op een van mijn social media kanalen. Dat kan zijn YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Maakt allemaal niet zoveel uit. Ook daaronder, dit filmpje, staan daar linkjes voor. En staat ook nog op mijn site, glamouristagirl.nl. Daar kun je alles nog teruglezen. En ja, volg je al ergens, dan hoef je niks meer te doen behalve een reactie natuurlijk achter te laten. Zoals ik al zei, deze actie loopt 2 weken. Over 2 weken dan maak ik 3 mensen heel erg blij, hoop ik. Ja, nogmaals heel erg bedankt voor het volgen van glamouristagirl.nl. Ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden en... ja, toch een keer iets persoonlijks. Ik ben meestal wel dat ik het persoonlijke een beetje scheid van mijn blog. Ja, zoals ik al zei, het heeft mij echt, echt, echt veel gelukkiger gemaakt. En als ik bijvoorbeeld tegenslag heb, zoals iedereen heeft in het leven, en het zit even niet mee, dan is mijn blog echt, dan sluit ik mezelf helemaal af. Dan ga ik lekker bloggen en ja, dat sleept mij er dan altijd weer doorheen. En dan kan ik gewoon even mijn gedachten helemaal op het bloggen zetten en de rest is er dan even niet. En het is gewoon heel erg fijn. Genoeg nu. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie gaan meedoen met de acties om kans te maken op een mooi pakket. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik wens jullie natuurlijk nog een hele fijne dag. En ik zie jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!